Kijk eens, wat een mooie kunst. Kijk eens hoe het beeldscherm aan het dansen is. Eigenlijk wil ik heel wat anders laten zien. Namelijk deze. Dit is een beeld die ik dus gemaakt heb vandaag. En dit beeld is gemaakt vanuit een fontein die aan het dansen is. En van daaruit de lotus die ik daar tegenkwam. Ik doe dat via Adobe Photoshop. En in feite is het dus deze fontein die ik tegengekomen ben. Hij bruist. Het is mijn meditatieplek. En die ervoor zorgt dat ik gewoon lekker mijn rust kan vinden. Het zorgt eigenlijk voor dat ik dus daarin ga bruisen. En dat ik daarin dus dichter bij mezelf kan komen. Het is een fontein bij mij in de buurt vanuit Westeinde. En ja, terwijl ik met de fontein verbond, is het zo dat ik dus ook in de gaten kreeg dat er iets gebeurd was. En er kwam een meisje naar me toe die dus inderdaad mij een stuk vrede meegaf. Het is een stuk vrede die ik dus voelde en ervaarde en waarin zij mij duidelijk maakte dat het goed was wat ze dus meegemaakt had en dat ze er vrede mee had. Doodgaan is voor veel mensen een groot verschil. Grote overgang. En omdat men niet weet wat er nou werkelijk aan de hand is als je doodgaat, hebben heel veel mensen de angst voor om werkelijk die stap naar doodgaan te maken. Voor dit meisje is het plotseling gebeurd. Voor dit meisje was het een gegeven waarin het dus heel plotsklap kwam. Maar ze ging door de tunnel heen en ze kwam dus een stuk licht en vrede tegen. Ze had in de gaten dat het goed was wat er dan met haar gebeurd was. En natuurlijk heeft ze dus problemen met mensen die dus om haar rouwen. En dat zullen hun beste ouders, haar opa's en oma's en al de andere kinderen die zij goed kende, die zullen dat allemaal meemaken. Maar zij zegt zelf, ik heb de boodschap begrepen. En mag verder stromen. En als een kind dat zegt, dan moet het voor de ouders een enorme overgang, een enorme verbinding zijn. Moet het voor de mensen een enorme rust geven. Omdat ze weet dat ze goed ergens is opgevangen. En dat het licht haar begeleidt op de weg naar een nieuwe dimensie. Ze is er altijd. Ze zal er altijd blijven zijn. En dat is dan ook de boodschap van haar. Denk aan mij en je krijgt vleugels om naar mij toe te komen. Denk aan mij. Doe een kaarsje aan. Dan zal het stromen. En dan zal het dus bewust worden wat er werkelijk is. Zal bewust het contact gelegd worden en zal je voelen dat je niet dichtbij, dat je niet ver weg bent, maar heel dichtbij. Dank.